Dus hou mijn YouTube channel, want echt na de zomer in de gaten. Want we komen er allemaal vakantievlogs online. But if you close your eyes. Een hele goede morgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag. Het is nu woensdag 12 juli en het is nu 2 voor 12. En ik lig in bed zoals je kunt zien. Ik ben al een tijdje wakker. Ik ben al lekker gaan douchen. En ik heb mijn chill kleding aangedaan. Want ik ga vandaag niet zo heel veel doen omdat het dit weer is. Het is best wel regenachtig weer. Dus dat ik ben van plan om lekker eventjes naar beneden te gaan. Te gaan lunchen. Want ik heb ook wel ontbeten, maar dat heb ik allemaal niet gevlogd. En ik ga zo meteen lekker in mijn kamer tv kijken. Want daar heb ik super veel zin in. Ik weet nog niet wat ik ga kijken, maar geen idee. Even een vraagje aan jullie, ja. Gaat jullie iPhone batterij ook best wel lang mee? Niet dus bij mij. Want mijn batterij moet ik letterlijk 2 keer per dag opladen. Hij is nu, ik heb hem om hoe laat 8 uur eruit gehaald. Oké, ik heb 4 uurtjes mee gedaan. Maar ik heb ook video's gekeken, dus ik snap het op zich wel. Maar mijn telefoon is nu 45%. En doe een duimpje omhoog als dat ook bij jou zo is. Als je batterij van je iPhone best wel snel leeg gaat. Ik ga nu lekker naar beneden. Ik ga even lekker met mijn hondjes knuffelen. En dan ga ik lekker eten. Dus let's go. Jullie gaan weer mee in mijn dag. En dit wordt zeg maar weer een 2 dagen vlog. Want die vorige vlog die jullie hebben gezien was maar 1 dag. En dit worden er weer 2. Dus let's go. If you could take my pulse right now, it would feel just like a sledgehammer. If you could feel my heart. Beneden. Ik ben mijn mondjes aan het knuffelen. Ik ga nu even ontbijt maken. Als je kan zien, ben ik nu op Instagram aan het live gaan. En ik ben ondertussen ook mijn kamer aan het opruimen. En Sylvana zegt hoi. Hey Cyril! Ik heb mijn kamer een beetje aan het opruimen. En ik probeer het wat gezellig te maken. En ik ga morgen naar Den Haag voor wat accessoires, want ik vind dit wat hier zo staat, vind ik echt heel lelijk. Dit hier wil ik gewoon een bakje voor hebben. En En dan gaan we hier omdraaien en dan is dit mijn bed. En ik heb 2, 3 kussentjes gevonden. 2 rode en een soort grijs-wit. Vind ik wel leuk staan bij het hele geheel. Ik ga morgen ook even kijken voor een nieuw dekbed overtrek. Want ik vind die een beetje saai. En mensen zijn weer bezig op Instagram. Sylvana zegt, kom snel weer in een video. Jazeker. Rijn, laagstreepje. Kai, laagstreepje lol, zegt, hey. Hallo. Ja, dus dat een beetje. En ik vind deze foto echt heel erg leuk. Maar goed, dat even terzijde. En ja, jongens, ik draag een hem. Auw! Ah, ik heb dat op film! En ja, guys, ik draag een hemdje. Omdat het best wel warm is, want waarom staat het open? En zo is mijn hoofd net. En ik heb nog maar 1 kijker. Ha, ha, ha. Dus, doei. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En ik ben alweer wakker. Ik ben alweer een tijdje wakker. Ik heb net gegeten en net gedanst. Het is nu rond 9:30. Ik ga zo meteen me helemaal klaarmaken. Want ik ga zo meteen naar Den Haag met mijn moeder en Quinty. Om zomerkleding te gaan kopen. In Den Haag stad, super zin in. En ik ben best wel heel erg moe of zo. Maar terwijl ik gewoon wel goed heb geslapen. Maar dat heb je altijd als je net wakker wordt. Wow, ik heb 1 zieke. Nou, laat maar. Wat ik vandaag aan ga doen is, dat weet ik nog niet precies. Ik ga eerst kijken hoeveel graden het wordt vandaag. En ondertussen ga ik ook gewoon tegen jullie gaan praten verder. Oké, het wordt 18 graden. Sweatertijd. Nee, ik weet nog niet wat ik aan ga doen. Ik denk gewoon een lange broek met schoenen en dan gewoon een sweater of zo. Daar heb ik wel zin in.
Het is buiten dit weer. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Eigenlijk. En ja, ik ga jullie gewoon weer meenemen in mijn dag. En let's go. Thuis, het was super gezellig in Den Haag met mijn moeder en Quinn. Dus ik heb helemaal niet gevlogd. Waarom niet? Omdat ik van Rob naar haar moest. De hele tijd. En winkel in, winkel uit, winkel in, winkel uit. Maar ik heb wel hele leuke dingen geshopt vandaag in Den Haag. En dat wil ik jullie nu laten zien. Dus kijken jullie mee? Let's go! Als eerste ging ik naar Snipes. En daar ging ik wat kijken en kleding passen en zo. Maar ik vond daar niet echt iets leuks. Totdat ik bij de accessoires ging kijken. Bij de telefoonhoesjes, portemonnees, tassen, whatever. En mijn Lumi case, die ik hiervoor om mijn iPhone 6 had. Ik heb dus een iPhone 6S, voor de mensen die het willen weten. Dus heb ik heel lang die Lumi eromheen gehad, maar die viel helemaal uit elkaar. De lampjes deden het niet meer, het knopje op de achterkant deed het niet meer. En ik dacht, tijd voor een vervanging. En toen heb ik dit telefoonhoesje gekocht. Het staat op Snipes, dus het logo van de winkel. En hij is een beetje camouflage-achtig. Super leuk. En deze was maar €4,99. Dus toen ging ik naar de Bershka. En daar heb ik een shirt gescoord. Deze. Super leuk. Vroeg in de zomer. Voor de mensen die wilden weten of ik ga vloggen op vakantie. Ja, ik ga vloggen op vakantie. Dus hou mijn YouTube-channel want echt na de zomer in de gaten. Want dan komen er allemaal vakantievlogs online. Super leuk. Deze was €3,99 en leuk voor een, voor boven een spijkerbroek of zo, of voor een kort broekje of whatsoever. Deze gaat zeker mee in mijn travel bag. Dus als jullie trouwens suggesties hebben voor video's, of als jullie willen zien hoe ik mijn koffer in ga pakken voor vakantie, wat ik allemaal meeneem, let me know in de comments, dan ga ik er zeker mee aan de slag. En dan was ik als laatste bij de Primark en daar kocht ik iets super tofs. Dus ik vond het met wie wilt weten, ik draag heel veel van dit soort hemdjes in de zomer. Gewoon van die sport, basketbal dingen. En deze heb ik bij de Pull&Bear gekocht en deze is alweer 2 jaar oud. Voor de mensen die mijn eerste vlog hebben gezien, dat ik ging shoppen in Amsterdam, die hebben kunnen zien dat ik deze toen had gekocht. Deze is eigenlijk een soort van herinnering. Ik wil hem ook niet wegdoen. Want deze is een herinnering voor mijn eerste keer dat ik ging vloggen. Toen heb ik deze gekocht en dat geeft me echt weer een herinnering. En toen was ik bij Primark en ik vond zulke dingetjes echt leuk. En mijn zus heeft hem ook gekocht, maar dan in het wit. En ik wilde gewoon iets geks, iets leuks voor de zomer. Gewoon een zomerskleurtje. En kwam ik uit op deze. En dit hier staat op California 98. Oh, 89, sorry. En hij is gewoon lekker leuk. En ik ga deze sowieso morgen even terugbrengen bij de Primark. Want ik ga het toch een maatje kleiner doen. Want ik heb nu XXL. Maar ik heb toch wel een XL of een L nodig. Maar omdat dit dan heel lelijk gaat zitten. Dus die. En ik ga morgen ook met Jamira naar de Primark. En ik heb morgen met Jamira afgesproken. En ja, dat wordt super leuk. Ik heb ook nog wat voor Jamira gekocht. Dat ga ik niet laten zien in deze video. Maar wel dit hele leuke tasje waar ik het in ga doen. Alles wat ik heb gekocht staat nu in de koeling. Omdat het iets is wat in de koelkast moest bewaard worden. Ik vind deze tas echt heel erg leuk. Kijk, stippetjes en zo. En ik ga morgen de reactie filmen van Jamira hoe zij dit cadeautje vindt. Dus dat kunnen jullie ook gaan verwachten in de volgende video. Ik ga dit even opbergen. Want ik heb zeg maar een van. Kijk, voor de mensen die het willen weten, ik heb een kledingkast. En dat laat ik jullie zo zien. Ja, ik laat het jullie nu zien. Anders begrijpen jullie niet wat ik nu op dit moment bedoel. Ik heb dus deze kast. Dus hier en daar liggen sweaters en zo. En hier heb ik dus een leeg vakje. Dus ik heb dus vandaag deze twee dingetjes gekocht. Dus dat shirt en dit ding. Maar dit ding ga ik even een maatje kleiner halen. Morgen bij de Primark. En alles wat ik zomer of in nu koop voor de zomer. Dat gaat hier. In dit vakje. En
Omdat ik dat dan niet aan ga doen en dan echt pas meeneem op de zomer. Omdat ik dan allemaal leuke foto's kan maken voor jullie. En dat gaat dan daarin en dat laat ik ook daar. En ik ga natuurlijk ook wel dingetjes meenemen die ik al dagelijks aandoe. Bijvoorbeeld die sweater van Justin. Dus wat ik fijn vind is altijd... ik vind het altijd wel fijn om comfortabel te reizen. Met een joggingbroek en een sweater en zo. Dus dat ga ik ook doen dit jaar. Maar ik weet dan nog niet wat voor joggingbroek of sweater. Ik denk mijn joggingbroek van de Bershka. En mijn Justin Bieber sweater. Natuurlijk gaat dit shirt ook mee. En ik ben echt dol trouwens om deze rode kussentjes. Die vond ik laatst weer terug in mijn kamer. Superleuk. Dus dat ga ik nu doen. Even die kleding daar leggen. Want dan kan ik dat verzamelen voor de vakantie. Dat vind ik wel leuk. Want dan heb ik gewoon een hele vakje. Heb ik gewoon allemaal vakantiekleding. Ik ga morgen ook nog met Jamira naar de Amsterdam. En dan ga ik natuurlijk daar ook nog shoppen. Dus ja, dat ga ik lekker allemaal doen en zo. In Amsterdam heb je trouwens ook hele leuke kleding. Heb ik nou ingezoomd? Oh my god, heb ik de hele tijd ingezoomd? Oké, boeien. Ga ik morgen ook naar Amsterdam om daar kleding te kopen. Voor wat dingetjes bij de Forever 21. En bij Urban Outfitters. En bij... Jullie zien het vanzelf wel. Dus dat, ik ga het even opruimen. En dan ga ik de vlog monteren. En dan spreken jullie later. Inmiddels lig ik in bed. Het is nu rond een uur of 10:30. Ik ga lekker de vlog afsluiten. Ik ga lekker slapen. Ik bedank je voor het kijken. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. En vergeet me ook niet te volgen op social media. Instagram, Twitter en Snapchat. Alles zal in de beschrijving staan. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Dus tot de volgende vlog. Doei doei!